Het is net een gemeenteraad, zo'n toetsenbord, vind je niet? Er zitten heel veel klanken in. Het kan ook heel rotterig klinken, natuurlijk, bij elkaar. Ja, ja, ook als je het als bestuurder of als voorzitter niet helemaal... Nee. Dan gaat het niet meer mooi klinken. Ja, nou moet ik wel op mijn bescheidenheid letten, want ik beroer de toetsen. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Dat is geen goede metafoor. Maar het kan heel lief klinken, toch? Spijt van? Spijt is een beetje is niet helemaal het goede woord. Ik had me meer moeten bemoeien, denk ik, met de twee MFG's de eerste jaren. Kijk, nu zit dus de multifunctionele gebouwen of centra, hoe heet het in Zwifterband, Binninghuizen. De laatste 4 jaar hebben daar de wethouders Van Bergen en Van Amerongen heel hard aangetrokken en we zijn dicht bij het eind. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik had dat nog wel graag ook willen meemaken, omdat dat voor de beide dorpen toch wel vrij wezenlijk is. Hè? Naast het winkelcentrum, maar ook zo'n buurtcentrum, noem ik het dan maar eventjes, oneerbiedig. Dat is voor het dorpsleven wel heel belangrijk. En misschien had ik de eerste jaren daar wat meer op moeten sturen nog, of inbreng op moeten hebben. Dat het nog wat sneller gaat. Dat het sneller, ja, dat duurt echt gewoon veel te lang natuurlijk. 12, 13, 14 jaar voor. Waar gaat het over? Dit is het Meerpaalplein, mooi hè? Daar ben ik zo trots op. Ja, dat is uw uitzicht altijd. Als ja, u daar is bent. Mijn kamer, ja, klopt. Nou, het Vliegersmonument natuurlijk, 4 mei, prachtige dodenherdenking. En bij de herinrichting van het plein vorig jaar hebben we deze boom hier geplant. Een Canadese esdoorn. Als herinnering aan Canada, maar mede daar met aan de andere geallieerde landen van de Tweede Wereldoorlog. Verhalen vertellen, dat is, vind ik een heel belangrijk aspect van een burgemeester. Hij moet het verhaal over zijn gemeente of over haar gemeente vertellen. Als je de camera daarop richt, zie je al die ribbeltjes. Hè? Waarom is dat nou zo? Kinderen zeggen, ja, dan kan ik klauteren. Mag ook, of niet. Maar het is een idee van de architect, als er geen dijken zouden zijn, zo hoog zou het water staan om ons heen. Hoe moet het nou verder met Dronten, zonder Aad de Jonge? Ja, Aad gaat. Ik weet het niet, ze gaan op zoek naar een nieuwe burgemeester. En dat moet vooral geen kloon van Aad de Jonge worden, dat gaat niet lukken, denk ik. Dus dat komt altijd goed. Dat meen ik serieus. Ik heb altijd gericht aandacht besteed aan mijn voorgangers. Omdat je je bewust moet zijn dat wat jij mag doen hier, dat je dat doet in de wetenschap, dat je staat op de schouders van je voorgangers. Nou, na mij zal er een man of vrouw komen die zijn en haar accenten gaat leggen en Dronten ongetwijfeld verder gaat helpen. Dat is wel naar een raad, vind ik. Dat klinkt wel vrij blij, toch? Ja. Vind ik wel. Ik word er altijd wel blij van. Daar, mij werd gezegd bij je afscheid, dat is ook heel gebruikelijk in Nederland, dat snap ik ook wel. Dan is er een buitengewone raadsvergadering, hè? Ja. Maar voor mij was iedere raadsvergadering buitengewoon. Echt waar? Ja, of buitengewoon leuk of buitengewoon vervelend. Maar het was altijd wel buitengewoon. Dus waarom zou ik alleen de laatste buitengewoon willen hebben? Nee, iedere raad was interessant. Er gaan ongetwijfeld dingen straks anders. Het is wel ingewikkeld, lijkt me dat, om te zien. Om te denken, ja, maar daar heb ik heel veel energie. Nou ja, als het de verkeerde dingen zijn die ze opzij schuiven, dan is het natuurlijk goed. Ik natuurlijk weten wat dat zou kunnen zijn. Ja, dat weet ik. Dan moet je aan mijn opvolger gaan vragen, dat weet ik niet. Dus toch wel iets. Ik hoop maar één ding, je hebt me nou wat kunnen volgen, dat er respect is voor de geschiedenis en de cultuur van Dronten. Dan is het goed. En dat dingen dan anders gaan, dat is prima. Dat hoort bij het leven. Ik ben zelf een veranderaar en iemand van de vernieuwing. Dus dat heb ik alleen maar te respecteren. En dan zullen er ongetwijfeld ook dingen zijn waarvan ik denk, nou moet dat nou zo? Of hebben ze dat dan niet begrepen? Als het maar in het belang is van Dronten, als dat maar voorop staat. Dat Dronten, daar heb ik 14 jaar lang mijn best voor. En gewoon
een gezicht heeft, een onafhankelijk gezicht heeft in de provincie, in de regio en om ons heen.